Twee mannen uit Dordrecht zijn maandagavond aangehouden voor een gewapende overval. Rond half tien overvielen de twee het Fairplay Casino aan de Markt in Uden. Met een wapen bedreigden zij een monteur die daar aan het werk was. Na een greep uit de kassa gingen ze dan vandoor met een onbekend geldbedrag. Met behulp van oplettende getuigen vond de gealarmeerde politie de twee verdachten even later in hun auto. Het voertuig is in beslag genomen en de technische recherche van de politie deed een sporenonderzoek.